Hoi, ik ben Pim. Ik ben een... Even je mond houden. Sorry, opnieuw. Ik ben Pim. Ik ben een freelance gamejournalist en ik probeer wat meer te gaan streamen. Dus ik ga gewoon een paar spellen spelen die ik leuk vind. En probeer er wat zinnigs over te zeggen, voor zover ik dat kan. En ik begin met Skyrim, omdat ik dat al zoveel gespeeld heb. En het is een mooie dag, mijn vriendin is van huis. Dus ik dacht, het is makkelijk om hier een beetje mee warm te draaien. We kennen Skyrim allemaal wel. En ik hoef er niet veel nieuwe dingen over te zeggen. Het gaat er meer om dat we gewoon een beetje oefenen met het praten en spelen tegelijk. Want ik kan niet naar Christopher Plummer luisteren en ook nog eens mijn eigen gedachten blijven horen. En dat is jammer, want we moeten nu een van de nieuwe woorden leren. Waarmee we heel snel kunnen vliegen. Het idee van Skyrim is natuurlijk dat je speelt in een grote open wereld. Zoals de game director al zei. You see that mountain? You can go there. Het idee is een open wereld waar je kan doen wat je wilt. Je kan het verhaal volgen van een enorme drakengod die de wereld wil eindigen door de zielen van dode krijgers op te slurpen. Of je gaat gewoon een beetje reizen door de wereld. Dankjewel. Een beetje reizen door de wereld. En je verkent grotten en kerkers en noem maar op. Verslaat onbekende vijanden, vindt nieuwe uitdagingen die het spel willekeurig genereert. En je raapt loot op en betere wapens en geld, wat dan ook. En Skyrim wordt natuurlijk heel veel gespeeld en fijn onthouden als een goede Elder Scrolls game. Omdat het, laten we wel wezen, de mooiste is. En technisch gezien het best uitgewerkt en de meest verfijnde gameplay heeft. En dan negeer ik even de digitale, de online variant, Elder Scrolls Online. Your quick mastery of a new theme is astonishing. Dit vind ik zo'n leuke zin van Christopher Plummer. No, indeed not. No, indeed not. But beware that your skill does not outstrip. Hij heeft zo'n goede meesterschap van zijn stem. Dat is indrukwekkend. Dit is Christopher Plummer. Die gaat ongetwijfeld een Oscar winnen komend jaar met All the Money in the World, waar hij Kevin Spacey verving op het laatste moment. En ik geloof zo'n 8 weken voordat de film uit is gekomen, alle scènes daarin heeft gespeeld. Gewoon even opnieuw heeft gemaakt. Heel knap van de regisseur. Master of the voice or tongue. After the disaster at Red Mountain, where the Nord army was annihilated, he spent many years pondering the meaning of that terrible defeat. He finally came to realize that the gods had punished the Nords for their arrogant and blasphemous misuse of the voice. He was the first to understand that the voice should be used solely for the glory and worship of the gods, not the glory of men. Jürgen Windcaller's mastery of the voice eventually overcame all opposition and the way of the voice was born. Het is een heel oud acteur en zijn acteerwerk zijn acteerwerk is nog heel ingetogen, maar wat je wel merkt is dat Christopher Plummer, die we zojuist spraken, en een andere vergelijkbare oude witte mannelijke acteur, Max von Sydow, die een Blade speelt, een oude wijze vent ik weer, dat die allebei een soort van waardigheid aan het spel moeten lenen. Ze gebruiken als het ware hun traditionele opvattingen van wijsheid. Weet je, oude witte mannen met baarden zijn wijs en ze spreken met een deftig accent. Om het spel wat zwaarte mee te geven. Maar dat doet het op een heel traditionele manier. En dat is, dat vind ik op zich best jammer. Want het hele idee van Skyrim is, kijk dit uitzicht. Dit is de hele speelwereld. En het idee van Skyrim is dat als je zo'n prachtige speelwereld hebt, zo'n nabootsing
van een mooi ongerept landschap met middeleeuwse magische steden erin, is dat je het kan gaan gebruiken als metafoor voor de echte wereld. En dat doen ze ook heel erg. Er is heel centraal een burgeroorlog tussen het imperium, die bestaat uit mensen die onderworpen zijn door een elfenrijk ver weg, die een ban hebben gedaan op de religie van de Noord hier in Skyrim, het lokale volk. Die vereren een mens die tot God is verheven en dat kunnen die elfen niet verdragen. Dus zij hebben het imperium van alle menselijke rijken en elfenrijken versus een populistische nativist. Een momentje. Een populistische nativist die hier in Windhelm zit, die probeert het volk, de Noords, te verenigen tegen die onderdrukkers die hun religie uitbannen. Alleen, dan zou je denken, wauw, wat een mooie patriot is die kerel. En zijn naam is Ulfric Stormcloak. Maar het is niet zo makkelijk. Want zijn strijd is namelijk gedoemd om te falen. Er is een enorme overmacht van elfen versus die Noords. Het is één klein rijkje ver weg. Het is wel het grootste rijk, maar er zijn niet zoveel Noords. En er zijn heel veel Imperials en er zijn veel elfen en die zijn machtiger. Dus het is een strijd die gedoemd is om te falen. Er gaan heel veel mensen dood. En het blijkt ook door documenten in het spel dat die Ulfric Stormcloak een spion is eigenlijk voor de Talmor. Een agent. Een marionet, soort van. Nog steeds, hij is moeilijk te beheersen hoor. Het is een enorme kwal en een egomaan. En hij zegt alles om zijn eigen imago te verheerlijken. En hey jongens. Oh jee. Momentje. You there. You're the one they call Dragonborn. Ja, dat ben ik. Maar your lies fall on deaf ears, deceiver. Iedereen gaat. Oké, ze hebben zelfs de Dawnguard ork erbij gedaan. Deze twee gasten gaan geklopt worden. Dragonborn's return. He comes soon, and we shall offer him your heart. Ja. When Lord Mirak appears, all shall bear witness. None shall stand to oppose. Dit gebeurt elke playthrough, maar het geeft toch een leuke indruk van spontaniteit in het spel. En je ziet hier hoe gewoon verschillende elementen van het spel op elkaar reageren. Oh, de machtigste ork in de wereld. Die neemt gewoon de benen. Maar goed. Dus dit is een ontzettend complexe politieke metafoor in het spel. En dan merk je dus dat het gebruik van die fictieve wereld er echt toe dient om onze spiegel voor te houden. Sta ik al aan? Als het goed is wel. Even kijken of ik het doe. Killing vampires? Ezron's going to like you. Yeah, I've been on stream. Dawnguard, southeast of Riften. You'll decide if you're Dawnguard material. What a waste. What happened? So. Damn shame. Nou, ja, jongens, dank jullie wel voor je hulp. En ik ga deze gasten even in een fucking groot gooien, want anders blijven mensen er naar staren. Hop. A nip in the air. Cool. Good for my crops. Een goede begrafenis verdienen deze mensen niet. Maar dat is in ieder geval de kracht van een grote fictieve speelwereld. Is dat je dingen kan zeggen over onze wereld. Yes. En dat doet Skyrim best wel goed. Vooral omdat die burgeroorlog die hier woedt zo genuanceerd wordt uitgewerkt. Het is niet het verlopen van is niet heel erg verfijnd, want uiteindelijk draait het erom dat jij de grootste motherfucker bent met de grootste knots en eigenhandig je hem wegslaat door de hoofdstad vol met legers, totdat je uiteindelijk je gekozen kandidaat op de troon zet. Tuurlijk. Maar wat wel goed werkt, is dat
de oorzaak van de oorlog niet zo simpel is. En de conclusie ook niet. Want als je... Ik wil naar Morthal. Want als je de Imperials aan de macht houdt, dan zorg je er dus voor dat een heel land niet zijn bevolking, de hele bevolking niet hun god kan aanbidden. Talos. Maar als je de Stormcloaks aan de macht helpt, dan help je dus een populistische nativist, iemand die alleen geeft om zijn eigen volk en zijn eigen cultuur en dus heel vijandig is tegen andere rassen, help je aan de macht. En dat is een kerel die eigenlijk vooral om zijn eigen machtspositie geeft. Het is een beetje... het is nu relevanter dan ooit natuurlijk, omdat we zelf in de Tweede Kamer een aantal van dit soort retorici hebben. En ik denk dat... Wel, Thierry Baudet nu natuurlijk een stuk prominenter is dan Wilders. Dat zo iemand als Stormcloak goed te vergelijken is met Wilders. Omdat diens populaire retoriek... vooral een beetje anti-intellectueel is en veel vijandiger tegen vreemdheid. Tenminste openlijk vijandig. En dat is Ulfric Stormcloak ook. Even kijken. Rick, doe ik het? Staat hij aan? Als ik aansta, dan moet je gewoon even ja typen op Facebook of zo. Want ik... ik kan naar mijn eigen kanaal gaan, hè? Dat kan ik. Dat is gewoon mogelijk. Even kijken. Ja, hij doet het. Wat leuk. Oké. Maar goed. Geert Wilders, juist. Het jammere vind ik alleen, is dat hoewel je niet echt kan winnen, dus je zet of een tiran of een dictator op de troon, als je in ieder geval de burgeroorlog tot zijn conclusie uitspeelt. Het jammere vind ik dus dat je hebt een hele wereld aan mogelijkheden. Je kan je alles inbeelden wat je wilt. En zo'n burgeroorlog kan een heel leerzaam spelelement zijn voor een hele hoop mensen. Maar het nadeel is dat er dus geen werkbare oplossing wordt verzonnen. Dit is een hele wereld waar alles mogelijk is met magie en noem maar op. En dan nog steeds zitten we vast in een soort van politiek bestel. Oh, verkeerde shout, natuurlijk. Een politiek bestel waarbij de oplossing is tussen de regen of de druk. En dat is jammer. Dit zou een ultieme gelegenheid kunnen zijn om te kijken van wat kunnen we nou nog meer bedenken als we een heel andere wereld hebben. En dat is jammer. Ik las daar laatst iets over dat heel veel sci-fi en fantasy tegenwoordig vooral marginale, hele kleine verschillen in beeld op de wereld zoals die al is. Van, oh, hoe kunnen we zo min mogelijk afwijken van het midden? En dat is jammer. Waar blijft de radicale verbeelding? Dat zou leuk zijn. En dat doet Skyrim minder goed. Bovendien... Een hoop van de opvattingen in Skyrim zijn ook heel erg ouderwets. Bijvoorbeeld, ik had het net over Christopher Plummer en Max von Sydow. Twee elegante ouderwetse acteurs die echt een prachtige bijdrage leveren aan het stemacteerwerk van het spel. Maar die dus wel op een heel erg traditionele manier waardigheid toegeven. En ook de enige manier om het spel te winnen of om de wereld beter te maken, is door keihard te vechten. En dan helpt het natuurlijk dat... de eindbazen van die verschrikkelijk apocalyptische schurken zijn. En het alternatief niet vechten betekent, of alternatief voor vechten betekent het einde van alle leven. Wat de fuck is dit? Hij is dood. Maar ja, dat is dus gewoon een beetje, als je het mij vraagt, een beetje een gebrek aan verbeelding, maar het is niet dat ik per se wil dat Skyrim dat anders doet. Het is gewoon, het is jammer dat ze zoveel potentie hebben met het maken van een enorme speelwereld en daar dan uiteindelijk weinig mee doen. Nog erger is dat bij Breath of the Wild natuurlijk, dat ook een prachtige, levende en interactieve wereld creëert en dan uiteindelijk hetzelfde verhaal vertelt als altijd. Een lineair
verhaal van Link moet naar plek A, B, C en D en daarna naar Ganon om hem vakant te maken. Om de prinses te redden. En dat is heel ouderwets. En een open wereld vertelt veel beter door metafoor. Dus bijvoorbeeld die burgeroorlog, dat is een situatie in het spel die veel betekenend is. Maar het is veel beter met metafoor dan met een lineaire vertelling. Want het spel nodigt je constant uit om andere dingen te gaan doen. Andere delen te gaan kijken van het spel. Er is een heel idee van Skyrim natuurlijk. Dat je elk moment dat je wilt de main quest kunt overslaan. En gewoon kan gaan verkennen. Maar het idee van dat verkennen natuurlijk is niet alleen de zintuigelijke, plezierige waarneming van een... Het ontdekken van een hele mooie natuurwereld met prachtige bomen en mooie lichtinval. En dat werkt natuurlijk heel goed als je mij vraagt. Ik vind Skyrim mooi. Maar dat werkt goed. Ik pak even een ander wapen, want ik kom nu alleen nog maar ondoden tegen. En zilver werkt veel beter tegen. Oké. Maar het nadeel is dus, als je die wereld inricht zoals die altijd al is geweest, dan leert de speler dus niets nieuws. En ja, we zitten al met een beetje een problematisch karakter in de game-industrie, dat spelers vooral dingen krijgen voorgeschoven die ze toch al leuk vinden, en er wordt hen niet echt een strobreed in de weg gelegd wanneer het de machtsfantasie betreft. De speler krijgt altijd zijn zin. En dat is jammer. Je zou zo'n wereld veel vijandiger kunnen maken. En veel minder een verhaal zou kunnen opleggen. Een lineair verhaal waarin zij weer de held zijn. En alles kunnen verwezenlijken. Het liefst zou je wat meer lessen in zo'n spel hebben. En dat kan gewoon door het bevechten van de ondoden. Maar zoals de ondoden nu bestaan, is het bekleding voor grotten en kerkers als deze. Ze zijn decoratief. Gewoon een soort van obstakel waar je doorheen moet hakken. Om meer rijkdom en meer macht, meer spreuken en betere wapens te krijgen. Maar die betere spullen en die betere wapens die leiden uiteindelijk nergens naartoe. Behalve naar de bevrediging van de speler zelf. En dat is jammer, want daarmee doe je dus de hele potentie van zo'n metaforische, alternatieve wereld teniet. Dat is jammer, als je mij vraagt. En het vertellen van een lineair verhaal is op zich ook niet verkeerd. Alleen, is dit de juiste manier, de juiste omgeving om dat te vertellen? Sorry, vriend. Dat is de vraag. Oh. Zit iemand naast me. Lekker Goldier. Hoe kom je sowieso aan die staf? Maar dat is ook een beetje eigen aan open world games. Ze fascineren waarschijnlijk omdat ze zo groot zijn. En ik kan me voorstellen dat ze voor uitgevers aantrekkelijk zijn, omdat spelers er heel veel tijd in kunnen doorbrengen. Ze zijn groot en er valt veel te ontdekken. En het programmeren van lineaire content is duur. Je moet het opschrijven, je hebt stemacteurs nodig. En Christopher Plummer en Max von Sydow, die zijn niet gratis. En games worden ook steeds mooier en complexer. Dus dat is peperduur om te maken. Maar een open world game is, wat singleplayer betreft, dan het best herspeelbaar, denk ik. Naast willekeurig gegenereerde roguelikes, maar dat is een heel ander verhaal. Alleen, van oudsher vertellen we verhalen in games. Coole verhalen waarin de speler centraal staat. En, nou ja, 1 plus 1 is 2. Kun je je voorstellen. En dat is gewoon een traditie waar we goed op gereageerd hebben. Maar het werkt niet helemaal. Het spreekt elkaar zelfs een beetje tegen. Ja, kom dan maar. En een hoop van die speelduur, zeker omdat je dus een grote speelwereld hebt die vooral in dienst staat van een lineair verhaal en een lineaire ontwikkeling van de macht van de speler. Dus je wordt sterker, je krijgt meer hitpoints.
aan het zingen. Ik ben een beetje te duiken. Oh ja. Een lineair verhaal betekent dus dat een hoop van die wereld daar ook voor is ingericht. En een hoop van die vooruitgang is dus ook in de lineaire zin. En niet in de zin van, oh kijk eens wat er allemaal te ontdekken valt in de wereld. Kerkers zijn dus om jou sterker te maken. En je wordt sterker omdat je de eindbazen van het verhaal moet verslaan. Kerkers bestaan niet in de primaire zin. Dus voornamelijk om een functie te hebben in relatie tot de rest van de wereld. Ik bedoel, dit is gewoon een kerker en niemand in de stad Morgdal, de dichtstbijzijnde stad, zal er iets over te zeggen hebben, weet je wel. Of er bestaat geen geschiedenisboek over, de economie heeft niks te maken met de schatten die hier verborgen liggen, bijvoorbeeld. Dit is er echt louter op ergens in de wereld om het verhaal voor te zetten. Een centraal, lineair verhaal. Maar goed, je spendeert zoveel tijd in deze wereld dus, omdat je sterker moet worden, of wil worden, voor de rest van het spel. En dat betekent dus dat je constant voorwerpen aan het oprapen bent en aan het vergelijken. En goud aan het oprapen bent, zodat je dingen kan kopen. Maar het nadeel is dat geen van die functies daadwerkelijk echt bijdraagt aan de ontwikkeling van je personage. Of aan een, hoe zeg je dat, bevredigende endgame. Want je wordt relatief sterker, maar vijanden worden dat ook. En aan geld heb je niks, want je kan er niks mee kopen waar je beter van wordt. Je kan... Steek je jezelf in de hands? Ja. Je kan huizen kopen om je loot in te bewaren en je boeken. Maar die staan voor zich. Het helpt je niet met de ontwikkeling als persoon. Het helpt ook niet met de ontwikkeling van het verhaal. Dus daar zit een enorme kloof in. De kerkers bestaan er zodat je dingen kan vinden zodat je sterker wordt. Betere loot, noem maar op. Ja. Alleen dat hele systeem betekent niet zoveel voor de ontwikkeling. Want uiteindelijk vind je één wapen dat het sterkste is. Maak hem af, Bodur. Uiteindelijk vind je dus één wapen dat het sterkste is. En dan ben je klaar. Dan heb je niks meer aan al dat geld dat je urenlang hebt uit kistjes hebt zitten rapen. En op een gegeven moment heb je een huis gekocht. En dan hang je daar dingen in die je niet gebruikt. En dan heb je je geld ook weer klaar. Er is niks om te kopen waar je meer aan hebt. Op een gegeven moment heb je 20.000 uitgegeven aan het duurste huis in de hoofdstad van Skyrim. Maar wat doe je dan met je geld? Het spel geeft je geen verdere mogelijkheden. Maar die kerkers, het zijn er zoveel dat je geld kan blijven sparen. Op een gegeven moment heb je miljoenen goudstukken. Terwijl, ja, het duurste in het spel is 20.000. En het idee is dus dat het spel vol zit met hoekjes en schatten en vijanden, nieuwe uitdagingen. Maar het leidt nergens naar. Het is een gesloten systeem dat alleen maar bestaat om tijd te rekken. Sorry, Goldir. Je bent nutteloos. Dat neemt niet weg dat het nog steeds heel erg leuk is om die wereld te ontdekken. Zeker voor het eerst, of wanneer je hem al goed kent, om een beetje de grenzen op te gaan rekken. Van wat gebeurt er als ik X met Y combineer? En Skyrim heeft daar best goede mogelijkheden voor. Het spel reageert op gekke manieren en de bugs, waardoor dus foutjes ontstaan of onverwachte situaties, die maken het spel wat mij betreft juist rijker. Spontaniteit. Daar hebben ze een technische term voor. Oh, ben ik... Ja, ik lees je, Morrowind. Rick. Dus Morrowind is Rick. Als je die naam ooit voorbij ziet komen, dan moet je hem... Hoe noemen ze dat? Swatten. En doxen. Dox Rick.
Even kijken of hij daar iets op te zeggen heeft. Yay! Heerlijk. maar de wereld aan zich is dus al is leuk om te verkennen. Dat is gewoon... Dat werkt aan zich. Alleen het hele raamwerk dat ze eromheen hebben gebouwd. Het loot systeem. De vooruitgang. Dat werkt allemaal niet zo goed met die wereld. Sorry, Rick. Zo. Nou, Rick, vertel jij anders eens wat je van Skyrim vindt in de chat. En dan kan ik daarop reageren. Ik weet niet. We crashen. Dit is jouw schuld. Ik weet niet eens wanneer je voor het laatste quicksave hebt. Nou. Dat was een fijn moment, denk ik. Laten we gewoon even. Samenvatten. Nee. Skyrim is mooi. En Skyrim is wonderlijk. En Skyrim doet een paar dingen goed. Het vertelt vooral interessante dingen over populisme. Als je het mij vraagt. Het is best goed uitgewerkt. Maar het is een vrij kritiekloze overname van een lineaire machtsfantasie voor de spelers en een vreemd gebruik van de open wereld als levend geheel. Het staat echt volledig in dienst van de speler. En dat is jammer. Nou, ik ga er een eind aan breien als het me lukt. Want de computer crasht hem als de mannen. Het is onmogelijk. Dan ga ik maar gewoon uitloggen. Maar wel.